Ja. Ja, ik heb dus mijn hele leven representatie gemist. Zo erg dat ik me altijd wilde zijn zoals jij bent. Dat vind ik vreselijk om te horen. Oké. Okay. Ik ben Jennifer Hofman en ik ben actrice. Nu zeggen! Wat die kost, die cavia! Nou, Shania is schoon volgens mij. Heb je goed achter de oren gekeken? Ja. En mijn naam is Goeie Goeie Pan en ik ben cultureel organisator. De Nederlands-Aziatische stem is eigenlijk bijna ongehoord en ongezien. Je representatie is non-existent. Oké. Okay. Ik ga je vertellen wat we gaan doen vandaag. Op tv en in films is er nog steeds geen gelijk speelveld tussen mensen van kleur en witte mensen. Je hebt een fragment meegenomen, dat gaan we bekijken. En ik hoop dat er daarna een gesprek ontstaat waarin jullie dingen van elkaar kunnen leren en waarin wij ook dingen van jullie kunnen leren. Hi. Hi. Ik heb dus een fragmentje meegenomen. Mm-hmm. Een best wel heftig fragment, ik zeg het alvast, van tevoren. Van Rundfunk. En die aflevering heet Chinees. Oké. Okay. En laten we die samen even kijken. Ja. Moet kunnen. En dan ook moet ik nog even navragen, maar... Wil je ook nog Chinees? Ja, ik denk dat het heel goed is voor mijn ontwikkeling. Chinees. Jij wil Chinees? Jij krijgt Chinees. Dat zou je wel hebben. Miao, goeienhai. Oh, meneer Hulst, dat vind ik echt heel aardig, maar dat is niet wat ik bedoel. Nou, kijk nou toch eens. Oh, 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 oh. Die is heel vrolijk, hè? Zie je dat? Dat is hier gewoon. Maar deze meneer is helemaal niet zo vrolijk. Die houdt, meneer Bedompotje. Waarom zijn we zo boos? Wat is er aan het handje? Maar ik weet het niet, hoor. Hij praat altijd zo gezellig tegen me. Lacht nooit om mijn grapjes en nooit om mijn liedjes. Maar flikker toch op, zeg. De hele dag dat blije gedoe naast me. Ik heb er meer dan genoeg van. Nou, zeg meneertje Koekenpeertje. Wij gaan gezellig eens even lekker dansen. Is het nou zo moeilijk om een beetje mee te doen? Een beetje gezellig te doen? Kom op, zeg. Ik heb er meer dan genoeg van. Je gaat nu doen wat ik zeg. Verdomme. Goed. Nou, geef elkaar maar een kusje dan. Wat? Krijg ik ook een kusje? Ja. Hop. Dankjewel. Vinden ze schitterend, hè, die Chinezen? Ja, dit is... Ik denk dat ik snap waarom je het hebt meegenomen. Het is eigenlijk vrij ernstig dat als je dan kleur op televisie ziet, dat je dan... Dat dit dan je rol is. Niet alleen daarom eigenlijk, maar het is een heel sterk stereotype dat bestaat binnen de Nederlandse samenleving dat dit kan. Dat het heel normaal is om zo met Aziatische vrouwen bijvoorbeeld om te gaan. Je ziet in haar, de manier waarop zij haar rol speelt, dat ze niet iets mag doen of reageren hoe ze zich voelt. Het raakt me ook. Niet alleen, niet ook om uiteraard om het Aziatische, maar ook omdat het een vrouw is. Mm. En omdat ik dat stukje makkelijk herken. Mm. Nou, en mijn probleem zit hem niet per se in dit fragment of in satire of stereotypen. Want die zijn er voor een doel. Maar mijn probleem zit erin is dat ik geen tegenhanger heb voor die beelden. Dat is de 100%. Ja, dat het enige is. Dat je alleen maar stereotypen krijgt. Dit is wel een van de meest extreme vormen, maar de meeste beeldvorming die er komt, en welke manier waarop mensen worden uitgenodigd om te praten, maar ook welke rol ze krijgen in een serie of televisie, als ze er al zijn, is stereotyperend. Ja. Ja, dat realiseer ik me ook. Ik vind het nog pijnlijker om hier met jou te zitten en ernaar te kijken. Ik weet niet hoe oud het fragment is. Volgens mij 2015, maar zelfs na 2015 is er... De beelden die erbij zijn gekomen, zijn niet van een normale aard. In de normale aard wil ik zeggen dat je gewoon een rol mag spelen die bij wijze van een leading role is. En die ook een Jan of jij zou kunnen spelen. Maar dan jij, maar dan met Aziatische genen. Ja. Dat is er niet echt. Ja, het is zo ingewikkeld. We hebben natuurlijk met de luizenmoeder hebben heel veel, discussies erover gehad. Ik merk soms dat ik het jammer vind dat heel veel mensen
denken, of tenminste dat ik soms van mensen terug hoor van... oh, dat is zo fijn, luismoeder, eindelijk kun je alles weer gewoon zeggen. Je moet alles gewoon kunnen zeggen, dat de reden is. Maar wat ik er zo goed aan vond, was dat het juist een meer spiegel voorhouden was. Dit zijn grappen over racisme, het is niet... Ik denk dat die intentie heel erg mooi is, maar van de film werd ik wel heel ongemakkelijk. Omdat het te veel was. Dit is eigenlijk wat mensen heel normaal vinden om te doen. En dat klinkt misschien gek, omdat je wilt het opstapelen om het juist absurdistisch te maken. Ja. Maar tegelijkertijd, ik denk dat de mensen die naar de bioscoop zijn geweest en die hele gezinnen hebben meegenomen, denken van, oh ja, ja, die pakken een paar dingen uit. Dan denk ik, oh ja, dat is echt too much. Maar de andere dingen zullen ze niet zien, omdat ze eigenlijk nooit gezegd is dat het eigenlijk racistisch is. Ja, dat snap ik. Ik denk dat daarom ook gesprek zo belangrijk is. Dat we daar, dat die bewustwording er ook gaat komen over... wat is het nou dat als ik er zit zo ongemakkelijk ben... dat ik eigenlijk het liefst niet wil kijken en gewoon uit wil zetten. Ten opzichte van mensen die denken, oh ja, nou, grappig. Ja, ik denk dat makers daar weinig rekening mee houden. Is dat ze eigenlijk zichzelf de vraag stellen is of de grap kan. Of het duidelijk is dat het satire is. Of dat het duidelijk is dat het absurdisme is. Maar ik weet niet of de makers zich realiseren wat voor effect het daarna heeft. Ja. Ja, ik heb dus mijn hele leven representatie gemist. Zo erg dat ik me altijd wilde zijn zoals jij bent. Blond, blauwe ogen. Precies doen wat je op televisie ziet. Ja. Dat vind ik vreselijk om te horen. Nee, dat is de realiteit. Want je weet niet, het is een soort droomwereld. Want je kijkt daar naartoe en je denkt, oh, dat is echt heel gaaf. En was ik maar zo als hij of zij. Je kan je niet iets voorstellen, omdat je eigenlijk geen rolmodellen hebt. Maar ook niet kunt weten... Wat het is wat je mist. Dus je twijfelt heel erg van wie ben ik. En sorry. Ja. Ik heb 3 kleine kinderen. En ik gun hen gewoon het beste. Het doet mij pijn om te horen als mijn dochter zegt van ik wil graag blond haar hebben. Ja. Wat een schitterende haarkleur is. maar dat is niet hun haarkleur. Nee. En ik dacht van, ja, je mag gewoon zijn wie je bent. En het begint al zo jong. En dat vind ik soms heel ingewikkeld. Want om dat te kunnen veranderen, moet je dus echt veel meer beelden zien... en veel meer verhalen waar je zelf ook integraal een onderdeel van bent. Wie ben je als persoon als je jezelf niet terug kan zien, als je niet kan spiegelen? Ja, dat is idioot. Als je televisie aanzet dan en je inderdaad jezelf niet ziet... Ja, of je ziet jezelf alleen als een ridicule, nerdy, een hele reeks stereotypen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Eigenlijk. Dus voor mij is het heel belangrijk dat het een betere representatie is... waar je eigenlijk ook meer gevoel krijgt dat mensen gewoon mensen zijn. Ja, ik denk dat ik het een beetje kan vergelijken met acteurs en actrices... Waar vrouwen tegenaan lopen vaak is dat er weinig interessante vrouwenrollen te spelen zijn. Mm-hmm. En dat die er meer voor mannen geschreven. Ja, de problematiek is in principe hetzelfde. Want ja. Als vrouw wil je ook graag gelaagd zijn. Want je bent niet de moeder of je bent niet dit of je bent niet de bitch. Ja, ik denk ook dat het helemaal niet erg is als er een periode aankomt van een beetje... dat het iets wat geforceerder wordt. Of dat het een beetje ongemakkelijk kan voelen... ik heb vorig jaar met een vriendinnetje van mij, Fokkeline Ouwerkerk, hebben we Deep Shit, een serie gemaakt. En daar hebben we echt gekeken naar alle rollen heel specifiek om te kijken hoe kunnen we het divers maken, rijk maken. En het gemene daaraan is dat de witte Nederlander heeft gewoon heel veel tijd gekregen om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen ontplooien. En daar zitten super getalenteerde acteurs bij. En dan is het soms lastig, omdat je denkt, ja, shit, die acteur speelt zo ongelooflijk goed. Waar moet je dan die laten gaan voor iemand die misschien wat minder perfect is voor de rol? Maar wel om meer kleur te krijgen in de film of in de serie. Ja, maar misschien is het juist ook wel de kans nemen. Want je weet eigenlijk niet of die ander goed genoeg is of misschien wel beter.
Want hoeveel tijd heeft hij gehad om te kunnen acteren en om te laten zien wat hij kan? Ja. Het is niet dat ze er niet zijn. Het is niet dat ze te weinig talent hebben. Maar de vraag is, besef je dat ze ook gewoon de normale rollen zouden kunnen spelen? Ik heb het nooit altijd gezien. Daar moet ik ook gewoon heel eerlijk in zijn. Ik heb een keer een filmscript in mijn handen gekregen en dat gelezen. En toen zat ik met de producent en de distributeur en iedereen aan tafel. En echt omdat het me zo opviel dat ik zei, ja, maar ik vind dit zo'n blank script. Het is zo wit. Het zei de producent, die zei, ja, maar het gaat ook over Amsterdam Oud-Zuid. Alsof er geen andere mensen in Amsterdam Oud-Zuid wonen. En toen, ik wist niet waar ik heen ging met mijn gedachten. Omdat ik dacht, als dat je beeld is van Oud-Zuid, dat vind ik al erg genoeg. Maar je bent ook nog filmmaker, dus je hebt ook nog de kans om dat aan te passen. Mm. Om dat beeld te verbreden. En toen zei hij eigenlijk nog eens klap op de vuurpijl. Die zei, nou ja, als je daar heel erg aan hangt, ja, we kunnen misschien van de slager, bijvoorbeeld de islamitische slager, maken. Ik vond het vrij gênant, eigenlijk. Ik heb daarna een heel gesprek gehad met mijn agenten die daarbij was. We stonden buiten en toen realiseerde ik me inderdaad dat mijn agenten is zwart. Die is van Surinaamse afkomst. Ik dacht later, oh, ze hebben natuurlijk gedacht dat dat vanuit haar kwam. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat ze weten dat het vanuit mij kwam. Maar toen kwam in ieder geval het gesprek tussen haar en mij op gang over hoe het gaat in de industrie. En dat ze me vertelde over dat er andere actrices bij haar in de stal zitten die zwart zijn. En die met problemen te maken krijgen die ik helemaal niet herken, die ik niet ken. Dus ik ga gewoon de make-up in. En daar staat een uur voor, dan wordt mijn make-up gedaan, mijn haar wordt gedaan. Maar van een andere actrice wordt gezegd, ja, kroeshaar, ja, dat weet ik niet hoor. Ja, dan heb je niet zelf iets, dat moet je zelf maar doen. En dat je merkt dat mensen gewoon slecht zijn opgeleid ook. Dus dat je denkt, jeetje, dan begint het helemaal daar. Ja, nou ja, ik denk dat het begint bij het idee van het concept alleen al. Ja. Want men heeft de afgelopen decennia's eigenlijk een bepaald soort medium gemaakt, hè? Of het nou een serie is of een film. Het is vaak hetzelfde. En met dezelfde mensen, dezelfde nou ja, belevingswerelden. En terwijl de echte wereld veel meer diverser is gaan worden. En televisie en film is een beetje blijven staan waar ze stonden. Ja. En dat is eigenlijk heel raar. Zie je verandering? Zie je dat het beter wordt? Mondjesmaat. We lopen heel erg achter, eigenlijk. En met we bedoel je Nederland? We bedoel ik Nederland als we vergelijken met de industrie in Amerika, waar veel meer gaande is. Ja. De afgelopen periode veel meer producties zijn gemaakt waar veel meer authenticiteit van verhalen en het vertellen van verhalen in zitten. Ja. Dus, ja. Ken je Sandra ook? Maar ik ben verschrikkelijk in namen. Nou, zij speelde in onder meer Killing Eve. Oh ja, jeetje. Ja. Ja. Zij speelt gewoon een rol. Het gaat niet over dat ze Koreaans is. Maar het gaat ook gewoon dat ze een hele goede actrice is. En ze draagt ook gewoon het verhaal heel sterk. Dus het heeft niet per se met kleur te maken. Het heeft soms ook gewoon met geloven dat iemand gewoon goed is. Ja. En durven daarvoor te kiezen. Ja, helemaal waar. En ik dacht dat we, nou, ik denk dat we met Deep Shit, ik weet dat Fokkeline en ik eindelijk dachten, godzijdank, we hebben eindelijk een verademing om een rol te mogen spelen wat, nou, in onze ogen ook een beetje schietend die helikopters was, wat mannen altijd mogen, vrouwen niet. Ja. En eigenlijk gun ik dat gevoel, gun ik een Aziatische actrice, dat die denkt, hé, eindelijk, ik heb een rol waar ik mijn tanden in kan zetten. En het gaat niet om of ik Aziatisch ben, ja of nee. Of ik Chinees ben. Of dat ik... dat gevoel. Ja, dankjewel. Nou ja, voor mij is het gewoon heel fijn om met mensen te praten die er heel veel open ervoor staan. En ook willen helpen DNB te gaan. Want het gaat over zoveel verschillende aspecten. Dankjewel dat je zo open was. En ook vertelde over hoe je als meisje geen voorbeeld had. En dat geeft zo'n duidelijk beeld met wat er mis is of wat er, wat er mist. Hoe we dingen rijker kunnen maken. Mooi. Ja. Ik hoop gewoon dat we gewoon misschien wel echt een creatieve sessie kunnen organiseren. Ja. Ik zeg maar wat, hè, maar het zou wel heel leuk zijn. Eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo'n heel gek idee. Human.
Human.